Mooi om dit lied te zingen, zo vlak voor de preek. Een lied over hoop. Paulus die zegt, we spreken over hoop omdat we niet altijd zien wat we zouden willen zien. Maar als je hoopt op wat je ziet, dan is het geen hoop meer. En vanochtend gaat de preek daar misschien ook zijdelings wel een beetje over. Goedemorgen. Dit is Jelme zonder baard. Jullie dachten dat jullie hem volgende week pas weer aan hoefden te zien. Maar nu zie je toch weer zo'n woudstrakop. Wel netjes geschoren. Ik heb iemand wel eens horen zeggen, hier in de gemeente. En ik weet niet meer wie het was, dus ik kan ook geen namen geven. Van, nou, ik vind het toch wel netjes, zei Joel, Jelme zonder put. Hey, ik vind het toch wel netjes, Jelme zonder baard. Dat heeft hij ook wel even van mij gehoord. Maar hij houdt eraan vast. Yes, we zijn heel blij hier te zijn. Ik zoek even zo waar mijn gezin ook zit. Jantien, daar, helemaal achterin. Mijn vrouw en de kinderen. Mijn ouders, die zijn er ook. Jelmer en Anna, daar hadden niet zoveel hoop op vanochtend. Die zijn thuis, nog op vakantie. Maar we zijn heel dankbaar dat we hier vanochtend weer kunnen zijn. Ik weet niet of iedereen mij kent. Ja, het gezicht is dan misschien wel redelijk bekend. Maar als gezin zijn we door deze gemeente uitgezonden ook om bij Jeugd met de Opdracht te werken. Dat doen we al zo'n 20 jaar. En dat betekent ook dat we de afgelopen 20 jaar niet per se heel vaak hier fysiek aanwezig zijn. Dus ik zie ook altijd weer nieuwe gezichten. Misschien ben ik dat wel voor een aantal van jullie. We zijn dankbaar voor de steun van de gemeente al heel erg lang. We werken bij Jeugd met de Opdracht, een zendingsorganisatie hier in Nederland. Dus we kunnen zo nu en dan wel hier aanwezig zijn. En ik wil verder niet vanochtend over ons werk gaan vertellen of zo. Er komt wel eens even iets voorbij vanuit ons werk wat te maken heeft met de verkondiging. Maar het gaat vanochtend echt om het opendoen van het woord. Het horen van het woord van God en niet ons werk. Maar ik wil wel, ik kan het nu eens een keer van voren persoonlijk zo doen, ontzettend danken voor de trouwe ondersteuning al dik 20 jaar van de gemeente. Jullie hadden een paar maanden geleden Hart voor het Huis. En toen was er onder andere een extraatje voor de zendelingen voor vakantie. Dat was heel erg welkom. Hebben we met heel veel dankbaarheid ontvangen. Yes. We gaan Bijbel lezen. En vanochtend gaan we een gewoon even iets langer gedeelte in één keer lezen dan we hier normaal gewend zijn. 1 Koningen 19 gaan we bijna in zijn geheel lezen. Het thema is als je inzet te vergeefs lijkt. En ik wil graag openen met een woord van gebed bij het openen van het woord. Mijn werk bij Jeugd met de Opdracht bestaat ook heel erg uit het onderwijs geven vanuit de Bijbel. En ik heb zoveel jaren al getuigen mogen zijn van de levenbrengende kracht van het woord. Vanochtend werd er ook even in voor de dienst gebeden dat God alles heeft gemaakt simpelweg door te spreken. En hij onderhoudt ook alles. Hij laat ook alles bestaan door zijn woord. Hij draagt alles door zijn woord. Vanochtend wil hij spreken. Vanochtend gaat het woord open. Vanochtend gaat het woord scheppen en leven brengen en vernieuwen en bemoedigen en troost geven. Dus laten we in gebed ons hart samen openen om het woord van God echt te ontvangen. Heer, we danken u dat u de levende en de sprekende God bent. Dat u regeert. U regeert ook door uw woord. U schiep, u onderhoudt, u regeert door te spreken.
En we zijn hier vanochtend, Heer, als uw volk, uw gemeente, uw mensen, uw kinderen. Heer, we hebben het zo nodig, uw woord. In de gang van het leven, de drukte, de hoogte, de dieptepunten. We hebben het zo nodig om te horen, te luisteren, te ontvangen. Door wat uw woord geeft, door wat uw woord doet. We verlangen naar u, we verlangen naar uw woord, Heer. Amen. Laten we lezen, 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, dat zijn de profeten van Baal, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er en zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En ze staan me naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten. Ga op de berg staan, voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael salven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, salven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet salven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar
ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, de afgod. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Daar laten we het bij. We gaan vanochtend dit verhaal een beetje uit de doeken doen. En ik geloof echt dat God voor ons ook een woord door dit verhaal vanochtend heeft. Als we naar de setting kijken van dit verhaal, dan is het net na dat bekende gebeuren op de Karmel. Misschien kennen jullie dat verhaal wel. Elia zegt, roep alle profeten van Baal en kom Israël naar de berg. En daar herstelt Elia het altaar voor de Heer. En we zullen zien wie de ware God is. Is het Baal, die koning Ahab en koningin Izebel en het volk van Israël aanbidden? Of is het Yahweh, de God van Israël? En voor wie het verhaal kent, het is een machtig, mooi, spectaculair verhaal. Een van de spectaculairste verhalen misschien wel in het Oude Testament. God antwoordt het gebed van Elia met vuur. En het volk roept de Heer, Yahweh, de God van Israël. Hij is onze God. Maar het is echt crisistijd in Israël. Want het volk, het overgrote deel daarvan tenminste, is de Baals, is de Astartes, is de afgoden achterna gelopen. En de koning en koningin hebben de afgodendienst ook als de officiële religie, als het ware, in Israël gemaakt. En de profeten van God zijn gedood. Help een paar na, die heeft een hofdienaar van Ahab verstopt in twee grotten. En net na dit spectaculaire gebeuren vindt deze episode, deze scène plaats in 1 Koningen 19. En we kijken daar even naar in twee delen. En het eerste is dat God een ontmoedigde, een moedeloze, een teleurgestelde Elia ontmoet. Door zijn boodschapper, door een engel, de bekende engel van de Heer. En het tweede deel, vanaf vers 9, dan is Elia bij de Horeb. Dat is een andere naam voor de berg Sinaï. De bekende berg waar Mozes God ontmoette in een brandende braamstruik. Waar Israël God ontmoette toen hij ze bevrijd had uit Egypte en hij zijn verbond met hen sloot. Daar gaat Elia naartoe en daar vindt een ontmoeting plaats en een gesprek. Maar het is niet een ontmoeting die Elia had verwacht. Tenminste, de manier waarop God komt, de manier waarop God naar hem toekomt, is niet zoals Elia het had verwacht. En daar gaan we vanochtend vooral even bij stilstaan. En dit verhaal spreekt ons aan als we ons inzetten voor het werk van de Heer. Hier in de gemeente, thuis, op werk, waar dan ook. Als we ons inzetten voor de Heer. Maar het lijkt soms zo klein. Het lijkt soms zo niets voor te stellen. Waar is soms de verandering, de vrucht, de beweging? Waar zijn soms de wonderen? En het interessante van dit verhaal is dat het plaatsvindt vlak na dat spectaculaire gebeuren op de Karmel. Dus daar gaan we nu naar kijken, naar het eerste deel, de eerste 8 verzen. Elia heeft God wonderlijk zien werken op de berg. En hij gaat naar, dat lezen we aan het einde van het vorige hoofdstuk, hij gaat naar Jezreel. En dat is de stad waar Ahab woont. Dat is waar het paleis staat. En dat lijkt erop te wijzen dat Elia denkt, nu is het voorbij met die afgodendienst in Israël. Ik kan weer gewoon vrijelijk naar Israël, het centrum van de macht gaan. Het centrum van de afgodendienst in Israël. Daar kan ik gewoon weer naartoe. Maar het eerste wat hij daar te horen krijgt is een woord door een bode van Izebel. Morgen ben je dood. De goden mogen mij ombrengen als jij morgen
niet dood bent. En hij vlucht. Hij rent weg. Is hij bang? Dat staat er niet zo duidelijk. In sommige vertalingen wel. Maar er staat eigenlijk zoiets als, en hij zag het. Hij ziet dat die bedreiging van Izebel en hij vlucht. Want hij wil niet dat Izebel hem inderdaad zijn leven ontneemt. Dat hij omkomt zoals de profeten van Baal vlak daarvoor. Want dan lijkt het net alsof Izebel toch een overwinning weer behaalt. Dus wat doet hij? Hij vlucht. En hij vlucht niet zomaar. Hij gaat linea recta naar het zuiden. Naar het zuidelijkste puntje van de zuidenburen van Israël. Het koninkrijk van Juda. En hij is eigenlijk al onderweg naar de Horeb. Daar kom ik later op terug. Hij is onderweg naar de Sinaï. Naar de berg van God, zoals het hier zo mooi staat. Maar hij laat daar in het zuiden van Juda zijn knecht achter. En hij loopt een dagreis verder de woestijn in. En dan is het even voorbij. Dan knapt er iets in deze profeet die God zo aan het werk heeft gezien door zijn profetische bediening. Er knapt iets. Hij zegt, het is genoeg. Hij komt eigenlijk op hetzelfde punt waar Mozes veel eerder al geweest is, in Numeri 11. Als het volk weer klaagt, we zitten maar manna te vreten. We hebben zin in de komkommers en de knoflook van Egypte. Dan zegt Mozes, Heer, wat doet u mij aan? Heeft u mij aangesteld over zo'n zootje ongeregeld, zulke ongelovige Israëlieten? Wat doet u me aan? Het is genoeg. Neemt u liever mijn leven maar. En op dat punt is Elia hier. Hij ontneemt zijn eigen leven niet. Hij zegt, Heer, neemt u mijn leven maar. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik doe het niet beter dan mijn profetische voorvaderen, mijn profetische voorlopers. Wat een overwinning op de Karmel. Maar brengt het ook maar iets echt teweeg? Is er iets daadwerkelijk veranderd? En daar zit denk ik voor ons ook echt wel een les in. Dat juist als we even een overwinning hebben gezien. Juist als we even doorbraak hebben gezien. Verandering. God aan het werk. En dan blijft het soms stil. Dan lijkt bij sommige mensen de verandering opeens weer teruggedraaid. Misschien zat het toch niet zo diep. Misschien reikt het toch niet zo ver. Als ik dacht, als ik had gehoopt, als ik had verwacht. Of ik zet me al jaren in deze of deze bediening in de gemeente. Maar wat haalt het nou echt uit? Maar juist als er net een hoogtepunt, een doorbraak, een overwinning is geweest, dan ligt de teleurstelling heel erg op de loer. En die kan je zo bij de kladden grijpen. Zoals bij Elia hier. Heer, het is genoeg geweest. Maar wat zo bijzonder is in dit verhaal, is dat God dan niet met een donderpreek komt. Hebben jullie dat gezien? Elia, genoeg geweest, hallo, opstaan, ga terug naar Israël en ga de klus klaren. Ga je profetische bediening verder uitvoeren. Hoe komt God naar Elia toe? Hij geeft hem te eten. Twee keer. Twee keer stuurt hij zijn engel, de engel van de Heer, die we kennen bijvoorbeeld van het verhaal van Hagar en Ismaël, die ook de woestijn invluchten, weg bij Abraham en Sarah. En het kind ligt op sterven. En wie komt er naar hen toe? De engel van de Heer. Een bijzondere vertegenwoordiger van God.
En die spreekt Hagar en Ismaël toe en geeft ze te drinken. We kennen hem van de woestijnreis van Israël. Toen ze onderweg waren vanuit Egypte naar het beloofde land. Hij ging voor hen uit. En die komt hier naar Elia toe. Geen donderpreek, maar gewoon wat koeken, wat water. En Elia, die krijgt dat de eerste keer. En dan gaat hij liggen weer. Dat is ook zo'n opvallende gebeurtenis. Dan heb je van een engel te eten en te drinken gehad. En dan denk je, nou, hup, dan maar weer verder slapen. En dus komt de boodschappen van God weer. God komt zo geduldig en genadig en zorgzaam naar Elia toe. En daar kunnen wij ook wel echt iets van leren. Als wij van mensen soms ontmoediging horen, ik weet het even niet meer, of ik geloof het even niet meer, ik geef de brui aan, ik gooi de handdoek in de ring, dan denken wij, oh, ik moet praten, ik moet overreden, ik moet even een stevige geloofspreek, geloofsonderwijs geven. En dat is, ja, dat is soms nodig. Soms de manier om ermee om te gaan. Maar soms is ook even iets heel concreets, tastbaars, zoals wat de engel hier doet. Alles wat er nodig is. Even aanraken. Even aandacht geven. Even iets voor iemand doen. Niet preken, maar dienen. Ik zie dat zelf soms ook in ons leven. Wij werken bij jeugd met een opdracht. En daar gebeurt van alles, mooie dingen. En dat doen we nu al zo'n dik 20 jaar. Dus dan heb je ook wel van alles nog wat gezien en meegemaakt. En de afgelopen jaar of twee merkte ik wel dat er soms ook wel iets van ontmoediging op de loer lag. We hebben heel veel mensen ook weer zien vertrekken. Soms ook echte mensen met wie je 10, 15 jaar gediend hebt. En meestal om goede redenen. Dat ze naar het zendingsveld gaan. Of echt in de thuisgemeente gaan werken. Of allemaal goede redenen. Maar op een gegeven moment zie je na 20 jaar, als je in een zending, als je bij een organisatie als jeugd met een opdracht werkt, zie je wel heel veel mensen komen en weer gaan. En dat raakte even afgelopen jaar. En ik werk met een bijbelschool. En dat draait nu een jaar of 7. Altijd hard werken. Altijd doen, denk je, wat je moet doen om mensen te krijgen, te ontvangen. Maar dan komen ze niet. En dan moet je ze iets annuleren. Of voor heel weinig mensen doen. En dat is allemaal de moeite waard. Want elk persoon is hartstikke waardevol. En daar doe je het voor. Voor ieder mens, ook al is er maar één. Maar het is soms ook wel ontmoedigend. Heer, wat doet u? Wat bent u nog bezig? Zitten wij nog op de goede weg? En daar bidden we voor. En dan denken we, yes, dit is de goede weg om te gaan. Maar dan, dat betekent niet dat het allemaal dan van een leien dakje gaat. Of er altijd maar zoveel vrucht en beweging en leven en weet ik veel wat is. Maar vorig jaar hoorden we dat we mochten verhuizen. Dat is even een heel praktisch voorbeeld. En gewoon op het terrein waar we woonden, kwam een ander huisje beschikbaar. En daar zouden wij dan eventueel in kunnen. We konden ook voor iets anders kiezen, maar ook daar. En we hebben heel veel gebeden en nagedacht en met mensen erover gepraat. Wat is een goede stap, ook voor ons gezin. We hebben 3 kinderen. En we dachten, yes, dat huis moet het worden. En het is me toch een zegen. Het is een heerlijk, prachtig plekje. En we zien daar zo Gods
hand in. En het was echt even iets heel tastbaars als het water en de gebakken koeken voor Elia. Dat God zei, ik ben er. En het is niet de reden dat we blijven op Heidebeek. Het zou wel een beetje triest zijn dat een huisje in de zending houdt. Maar het doet ons wel heel erg goed. Het is wel een teken van even Gods aanraking. Gods trouw. Yes. Halleluja. Dan kan ik een slok water nemen ondertussen. Waar zijn de gebakken koeken, Floris? Ja. Hij moest al zoveel doen vanochtend, Floris. Maar dat, daar hou ik het bij, voor dat eerste deel van dit verhaal. We leren onder andere het gevaar van ontmoediging naar juist ook een hoogtepunt, doorbraak, er gebeurt iets, er verandert iets. En dan? Wat als het daarna tegen zit, stil blijft? Of de verandering niet bestendig lijkt of blijkt te zijn? En dat we het soms nodig hebben dat we niet een donderpreek krijgen. Maar even zorg, even aandacht, even iets tastbaars. Genoeg, dat is genoeg. Elia die trekt dan verder. En hij reist 40 dagen, 40 nachten naar de Sinaï. Dat doet ons natuurlijk denken aan het verhaal van Israël door de woestijn, 40 jaar. Maar ook aan Mozes die 40 dagen en 40 nachten op de Sinaï is bij de Heer. Elia gaat eigenlijk de omgekeerde weg even van Israël. Hij gaat terug naar het begin. Hij gaat terug naar de berg. Daarom staat dat hier ook zo nadrukkelijk in de tekst in vers 8. Hij gaat naar de berg van God. Want waar zou hij nog anders als het ware heen kunnen? Waar zou hij anders heen moeten? Naar die berg waar God zich verbond aan dit volk. Waar God zijn beloften deed aan het volk. Waar God dit volk riep als zijn beelddragers om hem te weerspiegelen in de wereld. En Elia denkt, daar moet ik weer heen. En ook hier hebben we eigenlijk twee ontmoetingen, net als in het vorige deel. Twee ontmoetingen tussen God en Elia. En het begint beide keren bij de vraag, Wat doet u hier, Elia? Hoe moet je die lezen, die vraag? Zo, wat moet je? Hè? Waarom ben je hier nou? Donder op, ga terug naar Israël. Je bent nog niet klaar. Of Elia, een beetje uitnodigend. Wat doe je hier? Wat zoek je? Wat wil je? En ik denk dat God hem zo die vraag stelt. Zeg het maar. En het is ook goed dat Elia hier is. Het is goed dat Elia naar de berg van de Heer is gegaan. Dat hebben wij soms ook nodig. Als het teleurstelling is, als onze inzet te vergeefs lijkt. Terug naar de berg. Terug naar het begin. Terug naar die plek waar we God hebben leren kennen, hebben ontmoet, zijn woord horen. En daar is Elia. En God zegt, wat doe je hier? En Elia, en ik wil even een paar dingen aanstippen in dit gedeelte. En dan ook weer daar even één of twee lessen uithalen. Elia die komt met een klacht. Het is goed dat Elia hier is, maar hij moet wel wat leren. Hij moet wel wat gaan inzien over zichzelf, over zijn bediening, over God en hoe God werkzaam is en wil zijn. En Elia uit een klacht. Hij doet in zekere zin een beetje het tegenovergestelde van Mozes. Mozes die stond te pleiten voor het volk op de berg, voor de Heer. Waardoor de Heer zei, ik strijk mijn hand over het hart, om het maar even zo plat te zeggen. En ik zal Israël niet verwoesten. Elia doet geen voorbeden, maar komt met een klacht, met een beschuldiging. Dat is niet verkeerd. Dat is ook zijn taak als profeet.
En hij heeft ook geen ongelijk. Hij zegt, ik heb mij, in onze tekst staat er, ik heb mij zeer voor de Heer ingezet. Er staat letterlijk zoiets als, ik heb mij ijverende geijverd. Ik heb alles gegeven, alles uit de kast getrokken. Ik heb me altijd 1000% ingezet. Maar uw volk, ze hebben alles wat het verbond maakte. Uw verbond, de altaren waarop we naar u konden offeren. De profeten, uw boodschappers. Allemaal aan de kant gegooid. En hij zegt, ik alleen ben overgebleven. Alleen ik nog. We zullen zien dat dat niet helemaal waar is. Dat is een van de dingen die Elia moet leren. Dat hij niet alleen is. Maar zo voelt hij het wel op dat moment. En hij is ook daadwerkelijk de enige profeet die nog acteert. Die nog optreedt als profeet. Er zijn er nog 100 verstopt in een grot. Ik verwees daar eerder even naar. Maar die zit opgesloten in een grot. En hij roept het uit naar de Heer. En God zegt, kom eens even hier buiten staan. Net zoals Mozes God ontmoette op de berg Sinaï. Toen God de naam van de Heer voor hem uitriep en hem zo zijn heerlijkheid liet zien, zegt God, Elia, kom even hier staan. En dan komt er een enorme wind. Rotsen worden gespleten door deze wind. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dan komt er een aardbeving. En dan komt er vuur. En wat zegt de tekst dan? Maar God was niet in deze dingen. Ze gaan wel voor God uit. En het is de manier waarop God soms wel verschijnt. Denk aan Exodus 19. Als Israël bij de Sinaï komt. Uit Egypte. Wat is er op de berg? Aardbeving. Hij beeft de berg. Er is vuur. Er is wind. Er is donder, er is bliksem. God komt soms wel op die manier. But not today. Dit keer niet. Dan hoort Elia. Eigenlijk staat er letterlijk, het is een vreemde Hebreeuwse uitdrukking. Er staat zoiets als, er klinkt een zachte kleine stem. Of een zacht klein geluid. En dan weet Elia. Nu is hij er. En hij gaat naar buiten. Hij omwikkelt zijn gezicht. Gaat op de rot staan. En God spreekt opnieuw tot hem. En dan zegt Elia precies hetzelfde. Hij uit dezelfde klacht. En waar God daarvoor zei, ga naar buiten. Zegt God nu, ga. Ga op de weg terug. Elia was ontmoedigd, zoals ik eerder zei. Hij had eigenlijk de handdoek in de ring gegooid, zijn bediening opgegeven. Maar God zegt, ik heb drie taken voor je. Je moet 2 koningen salven. Notabene eentje van de vijand van Israël, Aram of Syrië. En een nieuwe koning over Israël. En een profeet die je kan opvolgen. Want het einde van Elia's bediening komt er wel aan, maar het is hier nog niet. God zegt, deze 3 dingen vraag ik nog van je. Dat is ook interessant. Dat God hem niet een eye over de bol geeft. Maar hij ontmoet hem, hij zorgt, hij brengt hem bij zich, hij verschijnt, hij spreekt. Maar hij zegt niet, blijf hier maar even. Hij zegt, ga. Voor Elia, dat was op dit moment voor Elia wat hij moest horen. Misschien hebben wij soms wel nodig. God zegt, blijf maar even. Rust maar even. Klaar. Maar Elia moest horen, ga. En wat eigenlijk de les die denk ik in dit verhaal zit, ook voor ons, vandaag heeft te maken met verwachting. Heeft te maken met vertrouwen. De Karmel, het spectaculaire gebeuren op de Karmel, bracht niet de verandering die Elia verwacht had. Nu zal het toch gebeuren.
Maar nee. Daarom roept Elia God ook hier aan als Heer van de legermachten. Heer, u bent toch de aanvoerder van een hemels leger? Grijp eens even in. Doe er wat aan. Stop Ahab, stop Izebel, stop Israël. Ga er maar eens met het zwaard doorheen. Ze verdienen het. Heer van de legermachten. En toen God die aardbeving en die wind en dat vuur deed verschijnen, dacht Elia waarschijnlijk ook, nu komt hij. Donderend bij de Sinaï, daar is die. De God die ik op dit moment en die Israël nodig heeft. Maar waarin is de Heer op dit moment echt aanwezig? In een kleine zachte stem. Nou, dat had Elia niet verwacht. En ik zou daar de les uit willen halen over wat verwachten we van God. Ik moest vanochtend nog denken aan een collega van mij die een getuigenis vertelde. Ze ging ergens heen om te spreken en te dienen over de Heilige Geest. En ze had gewild dat dit zou gebeuren en dat zou gebeuren en dit te zien zou zijn. Maar God verraste haar door gewoon heel stil, ingetogen aan het werk te zijn in de groep tot wie ze sprak. De groep waar ze biddend, dienend bezig was. Wat verwachten wij van God? Wat Elia eigenlijk deed was God in een doosje stoppen. Heer, dit moet u doen. God zegt nee. Dat is wat die zachte kleine stem laat zien. God heeft meer pijlen op zijn boog dan vuur, manifestatie. En we hebben het hier niet, of wat ik niet wil zeggen is, jongens, temper je verwachtingen van wat God kan doen. Het is niet dat we lage verwachtingen moeten hebben. Maar we moeten goddelijke verwachtingen hebben. En verwachting mag rusten op vertrouwen. Rusten op vertrouwen in God dat Hij wel doet wat Hij wil doen. God stopt niet. Israël is goddeloos, maar niet godloos. God is aan het werk. Gewoon anders dan Elia had gedacht, gewild, verlangd. Hij moest misschien ook wel even leren dat God hem niet per se nodig heeft. Denken wij ook zo vaak. Ik ben het instrument voor de Heer. Maar God doet wat Hij doet. En Hij bemoedigt Elia uiteindelijk ook. Joh, er zullen 7000 zijn die Baal niet aanbeden hebben. En let erop hoe het er staat. Ik zal in Israël 7000 overlaten. Ik zal het doen. Hoe? Ja, weet ik veel. Dat staat er niet. Maar God zal het wel doen. God gaat door met zijn werk in Israël, met zijn plan voor Israël, met zijn werk in de gemeente, met zijn werk in ons leven. Wat we er soms ook maar van zien en proeven en smaken en meemaken. Dus, maar nogmaals, heb geen lage verwachtingen van wat God kan doen, maar vertrouw erop dat God wat doet. En daar wil ik vanochtend toe oproepen. En ik wil afsluiten met gebed, maar ook eerst met een uitnodiging. Ik weet dat hier ook heel veel mensen zijn die God al jaren dienen en trouw dienen. Of misschien doe je dat nog maar net.
En misschien ben je soms ontmoedigd, zoals Elia dat was. En denk je, klaar, handdoek in de ring, het is wel best. Misschien verwacht je nog maar heel weinig van God. Omdat je niet ziet wat jij denkt dat God moet doen. Maar wat doet God in het verborgene? Dan zou ik graag willen bidden zometeen dat onze verwachtingen als het ware geheiligd worden. En onze verwachtingen echt vertrouwen worden. Vertrouwen dat God wel weet wat hij doet. En dat hij nooit stopt. Zullen voor wie gebed wil, als je ontmoedigd bent, als je geheiligd wil worden in je verwachtingen, zullen we dan gaan staan? Als je denkt van, ik wil ook, misschien moet ik soms ook anders gaan kijken naar wat God misschien aan het doen is. Heer, wilt u mijn ogen openen? Misschien is het anders dan wat ik gewend ben geweest, verwacht, gehoopt, gewild, gedroomd had. Maar open mijn ogen voor wat u wel aan het doen bent. Zullen we dan gaan staan voor wie dat wil? En dan eindig ik met gebed. Jezus. Ja. Heer, u ziet hier het verlangen naar u. Heer, u ziet de honger naar u. U ziet ons hart ook als we ontmoedigd zijn. Heer, als we ergens het pijltje bij neer zouden willen gooien, de handdoek in de ring. U ziet het. Heer, dank u dat u verrassend naar ons toe wilt komen. En dat bid ik voor ons als gemeente vanochtend. Heer, kom verrassend naar ons toe. En als het nodig is, open onze ogen daar ook voor. Laat ons zien. Laat ons proeven. Laat ons opmerken hoe u aanwezig bent. Hoe u werkt. Heer, ik bid voor herstel van vertrouwen. Dat ook als het werk soms zo te vergeefs lijkt, onze inzet geen vrucht te dragen. Heer, wilt u ons vertrouwen herstellen? En wilt u onze verwachtingen heiligen? Heer, u kunt alles. Er is niets wat voor u onmogelijk is. Maar dat betekent niet dat u alles maar zomaar doet. Maar help ons dan vertrouwen, verwachten dat u bezig bent. Dat u trouw bent. Dat u nooit stopt. Zoals Jezus ook zei. Mijn Vader is altijd aan het werk. En dat ben ik ook. Dat is wie u bent. Zegen jullie als gemeente van God met verwachting en herstelde verwachting, met vertrouwen, met hersteld vertrouwen, in de naam van Jezus. Amen.